Welkom bij Tiel aan tafel. Straks ga ik praten met twee bestuursleden van de supportersvereniging van TEC. Natuurlijk komen mijn kritische vrienden weer voorbij. En ik zit nu aan tafel met Mark Smits en Marieke Klein. En zij zijn van Open Koffie Tiel. En nu gaan jullie mij uitleggen wat dat is. Marieke. Open Koffie is een netwerkclub in feite voor ondernemers, maar op een hele laagdrempelige manier. Ondernemers komen 's ochtends voor het werken even bij elkaar om een kopje koffie te drinken en met elkaar te praten over waar ze tegenaan zijn gelopen in die week of wat ze nog voor uitdagingen hebben. En nu zijn er natuurlijk al heel veel businessclubs. En wat is het grote verschil met Open Koffie? Er zijn heel veel verschillende businessclubs, maar voor elk wat wils. Iedereen heeft toch een andere smaak en ik denk dat Open Koffie zich kenmerkt door de laagdrempeligheid. Het is in de ochtend, je hoeft je van tevoren niet aan te melden, er staat een kop koffie voor je klaar. Je pakt je kop koffie, je gaat bij iemand staan waar je even denkt van nou, dat is leuk om een praatje mee te maken. Oké, en Mark, hoe ben jij hierbij betrokken geraakt? Ja, we hebben samen dat initiatief begin dit jaar opgepakt. Komt dat vandaan? Het komt oorspronkelijk uit Londen, uit Engeland. Ja, en inmiddels kennen we 300 soorten open koffies in verschillende steden. En in Tiel was het nog niet. En we hadden zoiets van, ja, voor deze regio is het ook wellicht interessant om een open koffie te organiseren. Dus hebben wij dat initiatief samen opgepakt. En het is een heel leuk succes. Marieke, is er hier veel belangstelling voor? Ja, je ziet dat belangstelling iedere keer toeneemt. Mensen ervaren het als heel open en informeel. En je ziet dat iedereen iedere keer weer iemand meeneemt van kom ook eens kijken, praat eens mee. En daardoor ontstaat er best wel een hechte, maar wel een leuke club. Ja, maar ook een gevoel wat bij mij naar boven komt, als ik denk van 9 tot 11, denk ik, zijn mensen dan juist het meest productief en het meest hard aan het werk? Misschien ook net zo hard aan het netwerken. Ja, voor de een ligt het heel goed om 's ochtends even met elkaar een kop koffie te drinken. De ander doet het liever in de avonduren. Maar juist in die ochtend merk je dat netwerken ook wel goed gaat. Je maakt net die eerste contacten en je dag is daarmee opgestart. Je hebt het toch veel over ondernemers met kleine tot middelgrote ondernemingen die dan even hun dag gestart zijn met een praatje met een andere ondernemer. En dat maakt dat ik denk dat die dag productief wordt doorgezet. Dat kan, ja, klopt. Ondernemers die belangstelling hebben hiervoor, hoe gaat dat in zijn werk? We hebben een Facebookpagina Open Koffie Tiel. Het wordt aangekondigd op LinkedIn. En de mensen die zijn geweest, die worden per e-mail geïnformeerd waar de volgende open koffie is. Dus ik zou zeggen, kom gerust een keer langs. Kom het zelf ervaren. En wellicht... De koffie staat klaar. De koffie staat klaar, zeker. Met iets lekkers. Ja hoor. Ja. Nou goed, ik vind het een heel leuk initiatief. Heel veel succes hierbij. De ondernemers die dit leuk vinden, die gaan jullie ongetwijfeld weten te vinden op Facebook en LinkedIn. En heel veel succes hiermee. Dankjewel. Dan is het nu tijd voor mijn kritische vrienden. Ik zit tussen Jan Wolberg en Rini ter Haar en we gaan het hebben over de discussie die nu in deze periode van het jaar weer oplaait. Zwarte Piet of niet? Jan, ik begin bij jou. Nou, heel makkelijk. Dit is een fantastisch kinderfeest, dus wat mij betreft Zwarte Piet wel. Ja? Zwarte Piet? Ja, nou dan zou absoluut. Ik eigenlijk moeten zeggen Zwarte Piet niet. Dat had ik ook niet anders van jou verwacht, Rini, maar het is natuurlijk wel, het is een kinderfeest. En ik begrijp echt niet waar op dit moment al die politiek en noem maar op zich mee bezighouden. Want dit is in feite een feest voor de middenstand, hè, moet ik zeggen. De politiek duikt er bovenop. Nee, het is een feest voor kinderen. Ja, voor kinderen, maar ook voor de middenstand. Uiteindelijk is dat ervan gemaakt. Dat is ervan gemaakt. Door grote mensen. Door grote mensen. Kinderen. Die kinderen zal het worst wezen, joh. Of daar zwarte pieten lopen, blauwe pieten, witte pieten. Het gaat om het feest. Het gaat ook om een stukje traditie, Rini. Een traditie van kinderen van 4 jaar. Kinderen van 4 jaar. Jij hebt geen traditie. Ik bedoel, ik heb zelf kleinkinderen in de leeftijd die gewoon heel erg intensief bezig zijn met Sinterklaas en Zwarte Piet. Een hartstikke mooi kinderfeest. Moet je vooral zo houden. En jouw kleinkinderen zelf, zeggen die daar iets over? Krijgen die daar überhaupt iets van mee? Mijn kinderen geloven daarin.
Nou, en dat is toch hartstikke mooi. Dus nou, daar geloof ik er ook in. Ik heb een dochter van 4, sorry dat ik je even onderbreek. Ja. Jo, die zal het worst wezen of daar een zwarte piet loopt, of een witte piet, of een blauwe piet. Het gaat om het feest. Dus het een moet je niet van het andere loszien. Nee, maar dat was ook niet de vraag. Het gaat tegen het Sinterklaas, of tegen Sinterklaas. Ik ben gewoon voor het feest. Ja. En de manier waarop dat op den duur een keer zich zal gaan ontwikkelen, ja, prima. Maar dat zal de tijd leren. Maar nu op dit moment gewoon houden zoals het is. Zwarte Piet. Zwarte Piet, dat kan, wat mij betreft. En alles verandert natuurlijk. Hè. Dit is natuurlijk ook een proces wat nu gaande is. Nou, dat is een proces wat nu gaande is. En als je nu kijkt dat in de grote steden dat natuurlijk heel erg speelt. Hè, want ik heb dat zelf meegemaakt in de periode dat ik in de Bijlmer werkte. En dat de Surinamers en Antillianen die werden daar zo zwart gesminkt als het maar kon. En vierden daar fantastisch het Sinterklaasfeest. Niks aan de hand. Daar was helemaal niets aan de hand. Nou, kijk, ik kan me voorstellen dat onder invloed van de omstandigheden, dat in de loop van de jaren, dat er wat veranderingen worden doorgevoerd. Maar hou het gewoon voorlopig even gewoon lekker zoals het nu is. Doe er gewoon niet te moeilijk over. Besteed het niet te veel aandacht aan. Nou, dat is schadig, maar de discussie is natuurlijk al een paar jaar gaande. Ja, maar ik vind het te gek voor woorden. Dat dan nu op een gegeven moment Halbe Zijlstra, die gaat een filmpje inspreken. Dat wordt live op de tv, wordt dat vertoond. Van Zwarte Piet moet blijven. Ik denk, man, hou je bezig met dingen waar het werkelijk om gaat. Ja, maar is dat niet gewoon voor de bühne? Tuurlijk is dat voor de bühne. De verkiezingen komen eraan. Ja. Nou, ik vermoed dat straks de gemeente Tiel, de politici zich ook wel weer gaan uitspreken. Nou, Tiel heeft zich al uitgesproken, hè, bij monden van de burgemeester. En? De Zwarte Piet blijft hier zwart. Ja, oké. Okay. Nee, maar dat kan ik gewoon. Wat dat betreft heeft Tiel een goede burgemeester. Ja, eigenlijk vind ik het een non-discussie. Hè? Dat is ook een non-discussie. Waar discussiëren we eigenlijk nu over? Ja, die kinderen vinden het feestje leuk. En dat feest moet blijven. Helemaal mee eens. Nee, dat klopt. Maar dat er blijkbaar sentimenten zijn in de maatschappij die zich daaraan storen, daar moet je ook respect voor hebben. Dat zijn de sentimenten van de onderbuiktypes. Niet alleen onderbuiktypes. Dat moet ik even tegen haar geven. Maar wat vind jij daar dan van? Vind jij het ook leuker? Zelf persoonlijk zeg ik Zwarte Piet. Tuurlijk, mooi, dat leuk. Dat is altijd al zo. Maar als er blijkbaar een groep mensen is in Nederland die dat aanstootgevend vinden, die dat vervelend vinden, die daar een rotgevoel bij krijgen, dan moet je daar oren naar hebben. Ja, maar jij hoeft dat feest toch niet te vieren? Als jij zegt van ik heb hier niks mee, nou, dan vier je het feest toch niet en laat het vooral aan die mensen die dat wel leuk vinden. En bemoei je daar gewoon niet mee. Nee, maar als je nou eens kijkt naar die Sylvana Simons, hè, die is heel fel. Uitgesproken. Daar kun je van alles van vinden, maar als je kijkt wat die mevrouw voor een bak ellende over zich heen gekregen heeft via social media, sowieso makkelijk, hè, om achter een computertje even te zeggen van... Ja, dat is natuurlijk een hele andere discussie. Ja. Maar dat is compleet belachelijk. Dat deze mensen... Die, ik bedoel, heb gewoon respect voor iemands mening. Precies. Zij vindt dat zo, oké, doe dat, maar zij moet zich niet bemoeien met een ander. Hartstikke mooi dat je dat vindt, maar we gaan het niet zo doen. Nee, dat moet zij zelf weten hoe zij het vindt. Ze moet niet voor een ander gaan bepalen hoe die dat moeten gaan doen. Dus dat lijkt me duidelijk. En als Tiel gewoon vindt dat Zwarte Piet zwart moet blijven, dan moeten ze dat vooral doen. Traditioneel. Traditioneel. En als men vindt in de loop van de jaren dat het anders moet en kan, ook prima. Nou kom jij uit Neder-Betuwe en daar krijg jij regelmatig in de politiek dezelfde Zwarte Piet. Komt daar jouw ergernis ook vandaan? In Neder-Betuwe geloven ze niet in Sinterklaas. Dus, maar wel gewoon aan het feit dat ze mij de Zwarte Piet geven. Dus ja. Ik ben daaraan gewend in die discussie. Ja, maar goed, nou lijk jij meer op Sinterklaas dan op Zwarte Piet. Ik ben niet van het geven van de cadeaus wat dat betreft. Dus kijk, er wordt bezuinigd in Neder-Betuwe. Waarom zie ik nou een groot kruis op jouw voorhoofd? Dat zie jij dus. Ik volg mij de kijker niet. Want dit is gewoon verzonnen. Wij geven geen cadeautjes. Het is gewoon zo op het moment dat er bezuinigd moet worden, bezuinigen. We geven niet zomaar cadeaus weg. Dus die Sinterklaas vergelijking is gewoon echt vergezocht, Lini. Nou, oké. Uiteindelijk Zwarte Piet, ja. Zwarte Piet, ja. Ja, mits. En dan gaan we nu over iets heel anders spreken. TSC heeft een supportersvereniging en daar is natuurlijk heel veel over te vertellen. Ik heb twee bestuursleden aan tafel. John de Vries en Danny Versteeg. Welkom heren. TSC is ontzettend goed bezig, staat op de kaart en sinds kort dus een supportersvereniging. Waar komt dat vandaan? Dat was officieel een... Van John de Vries was dat een idee met samen Ronnie Versteeg. Ja. En toen hebben we wat mensen bij elkaar getrommeld en zodoende is het opgestart.
En wat doet een supportersvereniging? Zo. Met name als groep te zijn voor de vereniging zelf. Niet alleen het eerste. Dat het eerste populair wordt, Kradaal de Kruis, hebben we ook meer leden gekregen. We gaan wat voor de jeugd doen, we gaan wat voor de senioren doen. Voor de gehandicapten, die enorm groeit. Het G-team. Yes, waar ik zelf ook begeleider van ben. Aha. En ja, dus proberen we te groeien, want ja, tech wordt populair. Ja, tech wordt populair, staan natuurlijk al echt wel op de kaart inmiddels. Ja. En jullie zijn ook echte tech-mensen. Ja, ik ben vanaf mijn 6e jaar wel lid. Dus het is nu 39 jaar lid. En ik heb vanaf mijn 16e tot 32 in het eerste gevoetbald. Oh, je hebt ook echt op hoog niveau gespeeld. Ja. En ben jij zelf nog ook betrokken op een andere manier? Nee, ik heb wel vanaf mijn 32 tot 45 jaar bij het veteranenvoetbal. Maar daar zijn we dit jaar mee gestopt. Oké. Ja. Het was tijd om te stoppen. Nou, dan niet alleen maar. Het elftal, één elftal wil stoppen en de andere elftal doorgaan. Dus, En toen ontstond dit plan. Ja. En een supportersvereniging is dus inderdaad voor de club, maar vooral die mensen eromheen ook. Ja. Hebben jullie al dingen gedaan? We hebben al wat dingen gedaan. Bij de eerste wedstrijd wat confetti spuiten, want het vuurwerk is uit en boos. Mag nieuwe, niet meer, hè? Nieuwe regel van de KNVB. En door leden en door sponsors proberen we nog meer sfeerspullen te verzamelen, te kopen. En met name voor de wedstrijd die op 5 november wordt gespeeld tegen Linden. Ja, dat is een spannende wedstrijd, ja, hè, die eraan gaat komen. Ja, ja, en de bedoeling is dat jullie dat dan gewoon zo optimaal mogelijk, leuk, goed. Ja. Ja. Voor alle mensen die daar gaan kijken. Ja, binnen beperk houden. Ja, dat zal ook wel belangrijk zijn, lijkt mij. Ja. Nou, 5 november is het eerste dat eraan gaat komen. Zijn er nog meer plannen? Er zijn wel wat sfeeracties, maar die zijn nog. En nog eventjes dat is een verrassing. Ja. Dat is een verrassing. Ja. En dan word ik nieuwsgierig natuurlijk. Ja, hè? Ja. Maar er komt ook nog een busreis aan. Ja, dat klopt. Dat is op 12 november spelen we uit naar Spakenburg. En dan kunnen de mensen zich opgeven op donderdag 3 november. In het clubhuis bij TC van 7 tot 9 zijn we daar. En dan kunnen ze voor 10 euro voor leden en 12,50 euro voor niet-leden. Gaan we met de bus naar Spakenburg. Oké, dus ook niet-leden zijn welkom in de bus. Ja, natuurlijk. Ja. Oké, en dan gaat die club natuurlijk ondersteund worden. Ja. Ja. Met name Spakenburg, leuk uitje. Ja, hoeveel leden hebben jullie nu inmiddels? We zitten nu op 70 leden. Dat is toch een relatief korte tijd? Ja, augustus gestart. Augustus gestart. In augustus gestart, nou, dan gaan jullie dus wel heel hard. Ja. Ja, het loopt nog steeds storm dus. Geweldig, geweldig. Gaat hier nou veel tijd in zitten? Moeten jullie hier veel voor investeren? Ja, dit kost wel 2 avondjes in de week op het moment wel. Ja, op het moment wel. Ja? Ja. Ja. We zijn nu ook heel druk bezig met Liene natuurlijk. En dan zitten we al even wat vaker in de week bij elkaar. Ja. Ja, nou, ik vind het een hele positieve beweging. En het heeft natuurlijk ook alles te maken met de groei van de club. Ja. Ja, we hebben ook allemaal nevenactiviteiten bij tech, dus ja. Jullie zijn gewoon echte tech-mensen. Ja. Als mensen ook, ik wou zeggen sponsor. Sponsor kan natuurlijk ook, hè? Sponsor kan ook, ja. Sponsors zijn ook van harte welkom. Maar als mensen lid willen worden, hoe werkt dat? Dan kunnen ze naar de website van onze LAC-site en daar zit een aanmeldingsformulier. En dan kunnen ze eigenlijk inschrijven. Okay. Of we komen gewoon in het clubhuis en vragen eigenlijk om een inschrijfformulier en wordt het geregeld. Dan komt het helemaal goed. Ja. Nou, mannen, goed bezig. 5 november komt eraan. Ja. Liende, 12 november. Spakenburg. Zit de bus al vol? Nee. Nog niet helemaal. Oké, dus mensen moeten zich vlot aan gaan melden. Ja. Nou, ik wens jullie naast natuurlijk heel veel plezier ook heel veel succes met jullie club. Ja, dankjewel. En goed, hou ons op de hoogte van alle ontwikkelingen. Ja, dat komt goed. Oké, dankjewel. Willen we bij deze jou deze sjaal aanbieden? Oh, echt waar? Als collectors item. Dus krijg ik nou gewoon een echte LAC-site sjaal? Hoe staat hij me? Ja, het staat goed. Ja? Ja. Oké. Nou, heren, dankjewel. Ja. En dat was Tiel aan tafel voor deze week. Volgende week zijn we er weer. Graag tot dan.